Dag 5 van de GS Trophy. Een dag die begint met een venijnige klim naar de eerste special stage. Goedemorgen op het Zuidereiland. We zijn heel erg vroeg in de ochtend. We zijn boven de wolken gereden. Het was een hele moeilijke weg om boven te komen. Lang niet iedereen kwam boven. We zien dat wachten op een paar mensen. Maar het Nederlandse team staat al klaar bij de briefing. Er schijnt een hele moeilijke trial opdracht aan te komen. Dus ja, belooft echt een uitdagende dag te worden. In de praktijk blijkt die trialopdracht niet zo moeilijk. De voetjes mogen zelfs aan de grond. Maar wat belangrijk is, is om alle details die op deze boarding pass staat te onthouden. Veel uitdagender is de route onderweg. De deelnemers genieten wederom van het prachtige Nieuw-Zeeland. Al is het een dag waarbij de ogen het beste op de weg gericht kunnen worden. Toch, Peter en Eddy? We zijn weer terug in de bewoonde wereld. Er is echt onderweg heel veel gebeurd. Peter, heb je hem al gezien? Berg omhoog, berg omlaag, vallen, wij niet, Marshall down, that's it. Ja, Marshall lag zelfs down op een stuk, ja, dat was zo stijl, we konden de motor bijna niet overeind krijgen. Het was echt heel heftig, echt heel gaaf, dus we hebben de trofee eindelijk te pakken. En het is ook duidelijk dat de rijders nu echt moe zijn. Ziet er zwaar uit. Oké, mijn dag zit erop. We zijn aangekomen op de camping, maar achter me zie je nog de nodige deelnemers staan, want Special Stage 2 is er weer eentje zonder motor, helaas. Ik ben benieuwd, ik zag alweer mensen die uit de bosjes kwamen rennen, dus dat zal wel eens opnieuw slecht nieuws kunnen zijn voor de jongens. Ik ga proberen mee te kijken. En juist wanneer Team NL zich tijdens de extreme rijdag zo goed staande houdt, worden er aan het eind van de dag punten uitgedeeld aan teams die zich het snelst in een slaapzak kunnen wurmen. Hé, is dit nou een motorcompetitie of een scoutingkamp? En dan de nieuwe tussenstand, met als dagwinnaar... En de leader is South Africa, 54-277. In ieder geval kunnen alle teams zich even ontspannen op een van de prachtigste plekken van het Zuidereiland. En intussen zien wij dat de Nederlandse ploeg helaas één plek heeft moeten inleveren. Reden te meer om morgen weer flink aan de bak te gaan. Tot dan!